Nou, de test van de huidige modellen van de Bluetooth hoofdtelefoons waar je uit kunt kiezen. En ik focus me eigenlijk helemaal vooral op het sporten. En ja, daar kun je kiezen voor een hele grote Bluetooth hoofdtelefoon, zoals deze. Of ja, bijvoorbeeld eentje van Dr. Dre. En je kent ze wel, de hele grote hoofdtelefoons. Deze zijn draadloos en natuurlijk bij het sporten hartstikke handig. En het voordeel natuurlijk van een grote hoofdtelefoon. Nou ja, dan heb je die kussens over je hoofd, dus je hebt niks in je nek zitten. Dus dit draagt gewoon comfortabel. Je oren worden wel helemaal afgesloten van de buitenwereld. Dus in het verkeer wel even opletten. En natuurlijk een redelijk traditioneel model over je hoofd, maar dan draadloos en gewoon ook te bedienen met de knopjes. Ik zie toch de meeste hardlopers lopen met een hoofdtelefoon, zoals je hier ziet. En dit zijn dus vijf modellen. Deze, dus gewoon een nekmodel. Deze heeft de Bluetooth 4.1, dus de moderne versie Bluetooth, voor een snellere, stabielere connectie. Dit is een kleiner model, Bluetooth hoofdtelefoon, maar voor de rest eigenlijk heel erg gelijk, alleen een kleinere maat. Dit is de allerkleinste Bluetooth hoofdtelefoon. Kom ik zo op terug. En de andere twee modellen. Dus de Plantronics en de Jabra, zoals je hier ziet, de Jabra Sport Pulse, zijn eigenlijk de twee premium modellen, echt de duurdere Bluetooth hoofdtelefoons. Deze is ongeveer 100 euro, de Plantronics is ook gewoon mooi, goed, maar voor de rest doet hij eigenlijk hetzelfde als de andere Bluetooth hoofdtelefoons, alleen ja, hij is dus wat mooier afgewerkt. Ik zal een uitgebreide test hiervan maken in een separate video. Je kunt ermee bellen, je kunt hem pauzeren en weer starten. Je kan volume niet regelen vanaf deze, dat vind ik eigenlijk wel jammer. En voor de rest draagt hij heel comfortabel en dit is echt heel flexibel. Rubber zoals je ziet en dit is ook erg flexibel. Dus zeker mooi en goed natuurlijk van Plantronics. Nou, dan hebben we nog deze, dit is eigenlijk de allerduurste. Dit is de Jabra Sport Pulse en wat is hier nu bijzonder aan? Dat is dat hij je hartslag kan meten. En als je dit nog nooit gehoord hebt, dan is dat misschien een beetje vreemd. Maar deze Bluetooth hoofdtelefoon, dus echt hetgeen wat ik hier vast heb. Dit kleine draadje met deze dopjes. Dit kan je hartslag meten. Dit kan dus ook gewoon muziek afspelen in je oor. Je kunt er zelfs mee bellen. En voor 200 euro, wat natuurlijk een redelijk hoge prijs is, heb je wel echt alles wat je wil hebben. En je ziet hier ook een beetje dat hij ook ja, gewoon goed in je oor aansluit. Dat is natuurlijk ook nodig voor de hartslagmeting. Want de hartslagmeting die gebeurt hier met dit stukje van de hoofdtelefoon. Dopjes zijn natuurlijk vervangbaar, maar dat is eigenlijk bij ja, bijna iedere Bluetooth hoofdtelefoon. En hiermee blijft hij beter in je oor zitten. En je zet hem aan met dit knopje. En vervolgens kun je hier nog volume regelen en een nummer teruguit en vooruit spoelen. Dus als je 200 euro te besteden hebt en je zoekt hartslag in je oren, ja, dan is het echt wel een goede optie. Maar ja, vaak een beetje prijzig die 200 euro. En dan houden we deze twee over. Dit is dus de traditionele Bluetooth hoofdtelefoon, maar dan de moderne variant. Met echt waterdichte aansluiting. En de knopjes blijven gewoon werken. Hoofdtelefoon blijft werken. Ik heb hem zojuist onder water gehouden in een andere test. Je kunt hem dus gewoon opladen na een uur of zeven muziek geluisterd hebben. Gewoon met micro-USB, dus eigenlijk de aansluiting die nu het meest gekozen wordt. Je kunt volume regelen, dus harder en zachter. Plus nog een nummer vooruit en terug uitspoelen. En je kunt er ook mee bellen, dus en je ook gebeld worden. En dan kun je dus tijdens het hardlopen bellen met iemand. Ik weet niet of je dat moet willen. Bij mij komt het heel soms gelegen. Bijvoorbeeld in een marathon, als je mensen zoekt, je supporters, dan kun je bellen of ze kunnen jou bellen. Maar dat is denk ik genoeg over deze hoofdbeugel Bluetooth hoofdtelefoon. Dit is de allerkleinste. Hier zie je een beetje de maat, dus echt een heel klein modelletje. Deze heeft een extra oortje, zodat je hem kunt gebruiken echt in twee oren. En dat is eigenlijk gewoon een kabeltje die je vervolgens weer hier op de micro-USB aansluit en dan in je andere oor doet. Als ik ga hardlopen, dan heb ik alleen deze in. En daar ben ik eigenlijk gewoon gewend, dat vind ik gewoon prettig.
Dan heb ik gewoon muziek in één oor. Dat is voor mij meer dan voldoende tijdens sporten. Geen kabeltje. Echt gewoon een heel klein ding. En die kun je gewoon heel makkelijk in en uit doen. Je zet hem makkelijk aan met deze knop. En dan gaat hij gewoon verbinden met je telefoon. En hij blijft echt super zitten. En dit haakje is eigenlijk niet eens nodig. Hij blijft bij mij zo al zitten in mijn oor. Omdat hij dit dingetje heeft. Omdat hij gewoon erg licht is. Maar voor de zekerheid zou ik toch wel adviseren om dit omheen te doen. Dan kun je dit gewoon om je oor doen. En ja, zoals je ziet, heel flexibel, comfortabel. En ja, redelijk nieuw. En ik ben hier wel heel erg over te spreken. Omdat hij zo lekker klein is. En ja, voor mij is sport toch wel vrijheid. En dan wil je niet te veel spullen bij je hebben. Dit is ja, gewoon heel licht en heel klein. Maar wel dus met muziek die je kan motiveren. Ja, die je bijvoorbeeld nodig hebt naar die 10 kilometer of 15 of 20 kilometer. Als je alleen gaat sporten. Dus in mijn ogen een goede oplossing. Nou, dit zijn de Bluetooth hoofdtelefoons. Nu denk ik de meest geschikte voor het sporten. Ik zal ze allemaal in het bericht bij elkaar zetten met een complete test. En mocht je die willen lezen en je ziet dit in YouTube, zal ik de link even onder deze video zetten.